De Suriname Chinese Business Alliance kan dienen als brug tussen de regering en de Chinese gemeenschap in Suriname. Ma Xingri is voorzitter van deze organisatie die recentelijk in het leven is geroepen. Hij heeft op dinsdag 1 februari in het kader van Chinees Nieuwjaar een lunch aangeboden aan president Chandrika Prasad Santokhi. We bring it today omdat we leren de organisaties, we zijn voorzitter, maar auto, we denken de komende dekte, passa dekte jaren langer, we contributie voor missie, mo alle jaren jaren wang angtamilen kwaliteit ja contre, maar we feeling dat de contre gimme wang soma higher level licolasi, we wang bedang president, we wang bedang onu lekeling. Ayalis ye u abi wang prang fu black ei fu jamolo kualitagi ina kongina kongtore fu happy a kongtore economic komoro fala outu mi ociari ala di sakang mangi deng wang fu bei fu happy a kongtore bo op nang economy am da adira fu unu mingsta na di sakang mang e due fu yesa an a clean sa da ikang jari a molo falita molo belasting en auto voor die los dealer die sumah fumi ekang kontribusi wang angtagi di sosias sang de low income di sosias sumah sang akan lebih sama live in de preaching so. Ik ben erg blij, ik voel me eer. Ik zou zeggen, ik zou mijn best doen en nog doorgaan, blijven de bijdrage leveren aan de Suriname gemeenschap. Wat is jouw rol precies in de Suriname Chinese Business Alliance? Ik ben de secretaris van de Suriname Chinese Business Alliance. En wat heeft jouw team allemaal gedaan om bij te dragen aan de samenleving? Mijn team, ik zou zeggen, in 2021 januari ben ik als directeur aangesteld van de DNA Lid Ruby Wang kantoor. En sindsdien zijn we bezig eigenlijk dagelijks de nieuws van de overheid, de nieuws van het land, probeer te vertalen en naar de Chinese gemeenschap toe te brengen. Dus de gebeurtenis zullen we vertalen voor de Chinese gemeenschap. En in vorig jaar hebben we bijdrage geleverd voor de Suriname, is echt die Sinopharm vaccinatiecampagne. Onze team heeft echt dag en nacht gewerkt. Al die werk voor de zodat de Chinezen kan sneller de vaccinatie krijgen. Oké. En jullie hebben dus hoeveel zijn dan dankzij je team gevaccineerd? Is bijna 9000 mensen waren gevaccineerd, de eerste prik. En in die 9000 mensen hebben we 6000 Chinezen gevaccineerd. Geweldig. Hartelijk dank, Nina. Dankjewel. Vandaar dat er ook in Suriname het accent wordt gelegd op samen zijn met je familie op deze dag. Daarom, mijn lobby, familie man, brother Nangasisa, onze Nesi, brother Nangasisa, vier ik het vandaag hier samen met jullie. En dit hier moeten we koesteren, want waar COVID-19-pandemie ons uit elkaar heeft getrokken, is het aan ons nu om elkaar weer te vinden. De pandemie heeft ons ook zeker wijs gemaakt. Het heeft ons namelijk geleerd om ieder moment dat we vrij hebben en dat ook kunnen doen, dat door te brengen met onze geliefden. Maar het heeft ook zijn minder leuke kanten gehad, daar wij sinds de pandemie wij zoveel lieve broeders en zusters, onze Surinamers, ruim 1200 personen hebben verloren als gevolg van het virus. En we wensen de nabestaanden veel sterkte en kracht toe. Daarom is het van belang dat we ons blijven houden aan de COVID-19 maatregelen en elkaar motiveren om te gaan vaccineren en nu om die booster ook te nemen.
Mijn familie, man, de komst van de eerste Chinezen moeten we op deze dag zeker niet uit het oog verliezen. Op 20 oktober 2022 wordt het namelijk 169 jaar dat de Chinezen voor het eerst naar Suriname kwamen. De Chinezen namen in het midden- en kleinbedrijf lange tijd een vooraanstaande positie in en werden snel in de Surinaamse familie opgenomen als de oom, meer bekend als Omusnezi. Hun goed opgeleide nakomelingen, volbloed Chinees of van gemengd bloed, zijn nu in allerlei maatschappelijke sectoren te vinden. De Chinese Surinamers worden dan ook als een succesvolle bevolkingsgroep beschouwd. Surinamers van Chinese komaf hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de economie en opbouw van ons land. Eveneens is de Chinese cultuur een belangrijk onderdeel van de Surinaamse cultuur geworden. In alle lagen van de maatschappelijke ladder leveren ze hun bijdrage, zoals de landbouwsector, houtsector, handel, geneeskunde en zelfs nu in de politiek. En de Chinese keuken maakt tevens deel uit van de Surinaamse keuken. Suriname en het land vanwaar onze Chinese broeders en zusters vandaan komen, namelijk de Volksrepubliek China, hebben een vriendschappelijke band. Deze samenwerkingsband behelst veel meer dan alleen een bilaterale samenwerkingsverband. China heeft Suriname op verschillende vlaktes ondersteund en ook tijdens de COVID-19-pandemie kon Suriname rekenen op ondersteuning van China. Recentelijk hebben we ook de ondersteuning van Volksrepubliek China letterlijk ervaren bij de onderhandelingen met het IMF om het IMF-programma goedgekeurd te krijgen op board level. En ook hier zie je namelijk dat China nu niet bilateraal, maar in multilateraal verband ons die ondersteuning heeft gegeven. Suriname blijft het één-China-beleid, één-China-beleid ook ondersteunen. Beide partners streven naar stimulering van de gezonde en snelle ontwikkeling van de bilaterale relaties onder het Global Development Initiative en het One Belt and One Road Initiative. En wanneer we praten over meer investeerders aantrekken, dan moeten we ook meer Chinese ondernemingen aantrekken om in Suriname te komen investeren. Wij merken dat er wel bereidwilligheid daartoe is en we moeten alle mogelijkheden creëren dat ze dat ook kunnen doen. We weten dat China bekend staat om nieuwe landbouwtechnieken en slimmer groenten en fruit te telen. Deze mogelijkheden moeten we ook hier kunnen toepassen met ondersteuning van de know-how van China. Beste mensen, dit jaar is het jaar van de tijger en in plaats van maanden is de Chinese dierenriem gebaseerd op het geboortejaar. Dit jaar staat in het teken van de tijger en de tijger staat bekend als de koning van alle dieren. De tijger staat symbool voor kracht, het uitdrijven van kwaad en dapperheid. Het jaar van de tijger staat vol moed en kracht. En die hebben we nodig om ons land te gaan ontwikkelen. Ook zijn tijgers ambitieus, avontuurlijk en kunnen ze onafhankelijk handelen terwijl ze tegelijkertijd heel voorzichtig kunnen zijn. Dit zijn zeker kenmerken die we dit nieuwe jaar nodig hebben, want alleen met volmoed, kracht en ambitieus zijn kunnen de grote uitdagingen aan om Suriname weer gezond te maken. We zien soms dat het geduld opraakt en daarom moeten we met z'n allen elkaar moed blijven inspreken en elkaar motiveren om te blijven werken om dit mooie land te laten floreren. Dat kan alleen als we het samen doen. Samen zijn wij sterk. En recentelijk hebben we dat meegemaakt met de oprichting van een nieuwe Chinese businessorganisatie, de Suriname China Business Alliances, onder leiding van de heer Ma Sing Roy. En dat is wat ik bedoel, dat we moeten samenwerken, bundelen
En zij geven het voorbeeld daartoe dat we hiermee beter, sneller en efficiënter kunnen gaan werken om ons land te gaan ontwikkelen. En ik maak gebruik van deze gelegenheid om nogmaals de voorzitter, het bestuur van de Suriname China Business Alliance te feliciteren met hun oprichting. En ze kunnen rekenen op de steun van de overheid, op deze regering. En ik heb al een paar voorstellen gehoord op de dag van de oprichting. En vandaag hoor ik dat weer. En voorzitter, bestuur, ik kan u de garantie geven dat u al op mijn agenda staat. En dat ik u zeer binnenkort ga uitnodigen om samen met die ministers en die sectoren en instituten aan tafel te gaan zitten om alle problemen die er zijn te bespreken en goede oplossingen te zoeken samen. Dames en heren, Lobby Radang Assisa, ik wens u en de totale Surinaamse samenleving, in het bijzonder die van Chinese komaf, een gelukkig Chinees nieuwjaar toe. Ook wens ik u allen een succesvolle organisatie van de Olympische Winterspelen in China. Een happy new year. And may God bless you all. Thank you.